daarna? Dat verklaar en beloof ik. Meneer Erkin. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Zwang. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Diekman. Dat verklaar en beloof ik. En meneer Hamerslag. Dat verklaar en beloof ik. En met die woorden was daar, na 7 weken onderhandelen tussen de coalitiepartners, de nieuwe wethoudersploeg van de gemeente Schiedam. Ja, ik ben ongelooflijk trots vooral. Trots dat we een heel mooi coalitieakkoord hebben. Dat we volgens mij een hele mooie ploeg van wethouders hebben die echt weer aan de slag willen met deze stad. Kleurrijke stad ervan maken. Maar goed, dus ligt ook een hele grote druk, want de ambitie is groot. Het is het eerste gevoel van trots. Ik heb het toch gedaan met de steun van de fractie. Me 4 jaar lang ingezet. Maar vandaag natuurlijk extra speciaal. Dat zei John van Sliedrecht ook al. Want we staan stil bij de afschaffing van, de slavernij. Dus dat ik op deze dag ook beëdigd mag worden. En morgen eigenlijk de bevrijding mag vieren. Ja, dat is gewoon echt. Geeft het extra karakter. Wethouder Petra Zwang. Is dat nog even wennen? Ja, het is natuurlijk. Ik ben het net een kwartier. Dus het is nog even wennen. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ik vind het echt een enorme eer dat ik wethouder mag zijn van Schiedam. De stad waar ik geboren en getogen ben. De stad waar ik heel veel kansen gekregen heb. Blijdschap, energie. Ik heb er zin in. En een leuke ploeg. Leuke mensen om de komende 4 jaar mee aan de slag te gaan. Dus ja. Nee. Ik heb er zin in, ik wil aan de slag. Ik wil, de gemeenteraad heeft brede steun geleverd aan alle wethouderskandidaten. En ik heb er nu gewoon super veel zin in om aan de slag te gaan. Nu staat natuurlijk het zomerreces voor de deur. Dus er is tijd om ingewerkt te raken, te wennen aan de nieuwe werkplek en de ambtenarij. Maar één ding is zeker, men heeft er zin in om te starten. Ik kijk het meeste naar uit van wat we kunnen doen rond het thema armoede. Een van de dingen die, waar ik in de vorige periode al aandacht voor gevraagd heb. Ik vind het heel erg dat je iedere keer moet aantonen dat je arm bent. Kunnen we dat niet anders organiseren? Ik kijk er heel erg naar uit om vooral ook met sport bezig te gaan in Schiedam. Want dat vind ik toch een beleidsterrein wat in Schiedam heel veel gebeurt, maar echt nog niet goed belicht wordt. Maar uiteraard passen op de financiën. Kijken hoe we bij het Rijk zoveel mogelijk geld voor Schiedam kunnen binnenslepen. En we gaan verder doorbouwen. Nou, ik ga straks naar de bestuurssleugel. Daar krijg ik de agenda, de planning voor de komende weken te zien. En ik neem aan dat daar een soort van inwerkprogramma bij hoort. Maar goed, ik ga in ieder geval zo snel mogelijk aan de slag om alle lopende zaken op te pakken en zo snel mogelijk vaart te maken met het coalitieakkoord om daar werk van te maken. Morgenochtend dan ga ik hier eens naar het stadskantoor en dan ga ik eens kijken welke kamer ik mag gaan betrekken. Ik krijg een iPad en een telefoon, want anders kan je tegenwoordig niet meer werken. En dan ja, morgenmiddag ga ik toch echt even wat op mijn oude werk afronden, want dat hoort ook netjes te verlopen. Ja, nou ja, ik heb al gesprek gehad over mijn inwerkprogramma, dus volgens mij gaan we daarmee aan de slag. Uiteraard komt natuurlijk ook het zomerreces, dus dan, ik ga zelf ook nog even op vakantie. En maandag hebben we ons eerste overleg. Als nieuw college zijnde. En dan gaan we ermee aan de slag.